Op zondag 8 maart waren er diverse jeugdclinics bij hockeyvereniging Voorne. Op deze dag gaven diverse trainers, waaronder ex-international Caroline van Nieuwenhuizen, diverse demonstraties. We draaien door achter je eigen bal aan. Dus van hier ga je naar die oranje, van die oranje ga je naar de blauwe en van de blauwe ga je naar deze. Moet jij hem naar mij te spelen? Ja, jij speelt hem zo naar haar. En jij speelt hem naar mij. Wij spelen hem daarheen. Ja, vanaf hier speel je hem naar die. Dus we doen hem even voor. Ik speel hem, zij komt inlopen heel goed. En zij neemt hem naast de rechtervoet aan. Dat ging nu eventjes wat minder, maar... Tijdens de clinic waren er ook demonstraties met de sleeppush. Mogen jullie allemaal hier komen staan? Dan beginnen we met de bal, leggen we aan de buitenkant neer. De twee gaatjes leggen we mee aan de buitenkant. We beginnen met de voeten naast elkaar. Daarnaast een stik erachter. Dan stappen we met het linkerbeen uit. Gaan we met het rechterbeen achter je been langs. En neem je mee over heel de tafel heen. Ja? Dus we beginnen eerst heel langzaam. Doen we eerst even een keertje zonder bal. Stap. En nemen hem mee. Clinic vandaag hier bij HC Voorne. Jij doet ook mee vandaag? Ja. Wat heb jij gedaan? Nou, allemaal oefeningen hier. Noem eens een oefening. Leg er eens eentje uit. Ja, op het goal slaan, balbezit, partijtje, hoog houden. En dat was het eigenlijk. Nou heb ik er ook eentje gehoord, dat was iets met een sleeptechniek. Kun jij dat een beetje uitleggen? Oh ja, daar heb je zeg maar een apparaat. En daar kan je dan leren om dat de sleeppush te doen. En hoe werkt dat dan? Wat moet je dan doen? Nou, dan wordt die bal op dat oranje ding neergezet. En dan moet je gaan slepen, zeg maar. Wil je nou net zo goed worden als Naomi van As? Ja. Ja. Is dat je voorbeeld echt? Ja. En ook in het Olympisch team en al dat soort dingen, zie je dat zitten? Ja. Hoe lang hockey je al? Sinds mijn 6e geloof ik. Hoe oud ben je nu? 12. Waarom moet iemand gaan hockeyen? Kun je me dat uitleggen? Nou, omdat het leuk is. En ja, het is gewoon voor je plezier ook, maar ook gewoon, ja. Het is een teamsport en ja... Ik vind het gewoon heel leuk. Oké, dames en heren, daar komen onze kanjers. Graag onder luid applaus naar binnen halen. Wat gebeurt er vandaag allemaal? Nou, we zijn vandaag begonnen met de Super Sunday Clinic. En dat is een clinic voor de E tot en met de C jeugd. En die krijgen dan trainingen van dames en nu met Caroline erbij. En ze hebben 13 oefeningen geleerd, technische oefeningen, waarmee ze dus ja, nog beter gaan hockeyen. Nog beter gaan hockeyen, dat resulteert ook in diverse dingen, hè? Zoals heel veel prijsuitreikingen vandaag. Ja, absoluut. We hebben vandaag 8 zaalkampioenen mogen huldigen. Ja, dat is best bijzonder. Kijk, we hebben altijd wel 1 of 2 teams die zaalkampioen zijn geworden. Maar nu hebben we er echt 8 en dat is wel heel erg veel. Nou is zoiets waarschijnlijk ook heel erg te danken aan een trainster. Een trainster die ook op niveau heeft gespeeld. Want ja, toch een paar keer wereldkampioen. Ja, een paar jaar. 1 keer als coach en 1 keer als speelster. Dat is toch bijzonder. En ook nationaal kampioen, toch? Ja, ook een aantal keren in Europa Cups gewonnen. Maar het grappige is, we hebben nu dat mooie muziekje van We Are The Champions weer gehoord. En dat klinkt altijd wel goed bij mij. En ik vind echt super hoe Voorne dit geregeld heeft, de kampioenenparade. Een speciaal gevoel is dat voor kinderen als ze een medaille uitgereikt krijgen. Nou, lijkt het me dat het wel speciaal moet zijn om getraind te worden door een ex-international. En het lijkt me ook dat daar best wel wat bij komt kijken bij zo'n training. Wat moet je nou allemaal doen om een team goed te kunnen trainen? Ja, sowieso moet je, als je een goede trainer wil worden, is het heel erg belangrijk dat je alle ins en outs over het hockeyspelletje weet. Maar er zijn ook heel veel trainers, bijvoorbeeld voetbalouders, die zelf gevoetbald hebben en heel graag hier willen komen training geven. Die hebben niet die achtergrond en ik ben ervoor om hun daarin te ondersteunen en te helpen. We geven ook ontbijtclinics, doen we ook nog op zondagochtenden. Waarbij we alle trainers en coaches uitnodigen om alle ins en outs van hockey aan te bieden. Als je nou graag zou willen hockeyen, wanneer zou je dan het beste kunnen beginnen? Ja, dat kan al vanaf je vijfde jaar. En dan kom je bij Funky Hockey, dat geeft Anneke ook. Ook al is ze voorzitter, geeft ook training. En daarna heb je de F-school en zo rol je er langzamerhand in. Waar kunnen mensen meer leren over Hockeyclub Voorne? Nou, sowieso op onze website www.hcvoorne.nl. En wil je nou echt heel veel meer weten, stuur dan een mailtje naar het secretariaat@hcvoorne.nl. En je krijgt altijd een antwoord.